Het gaat vandaag over veiligheid en over beveiliging en wij gaan het vandaag hebben over operatie Rubicon. Want als je software veilig wil maken, hoe ga je dat dan doen als de overheid ondertussen alles in het werk stelt om mee te kunnen kijken? En je eigenlijk dwingt om achterdeurtjes in te bouwen. Nou, dit gaat over een heel beroemd achterdeurtje, wat niet zo heel lang geleden is ontdekt. En het verhaal heet operatie Rubicon, het wordt door de CIA wel genoemd, the intelligence coup of the century. Het gaat over dit bedrijf, Crypto AG, een Zwitsers bedrijf op cryptogebied. En met crypto bedoelen we cryptografie natuurlijk, hè, geen crypto coins. En Crypto AG was ooit veruit de grootste crypto leverancier in de civiele markt. 80-90% van de wereldmarkt op civiel gebied voor cryptografie kwam bij hun vandaan. Meer dan 130 landen werden door hun beleverd en ze werden ook niet voor niks het Zwitserse zakmes van de cryptografie genoemd. Een fotootje van het bedrijf tot een paar jaar geleden, best heel groot. Er werkte ooit meer dan 400 man. Echter, in 2019 namen Mark en ik deel aan een onderzoek dat was ingezet door de ZDF, tweede Duitse televisiezender. Die deed een onderzoek samen met de Zwitserse TV, SRF, en de Washington Post, ook niet de minste. Wij kwamen daarbij samen met het radioprogramma Argos van de VPRO in een later stadium. En we hebben daar bijna 3 maanden vol tijd aan gewerkt. Hoe doe je dat met je normale werk? Nou, 's ochtends heel vroeg opstaan, 's avonds heel laat naar bed. Zorg dat je klanten niks merken. We mochten tegen niemand iets vertellen. De buren kwamen op een gegeven moment vragen of dat het niet gevaarlijk werd met al die vreemde autokentekens op de inrit. De Washington Post is bijna een week bij ons op bezoek geweest. We hebben filmploegen over en weer gehad. De Duitse TV en de Zwitserse TV hebben besloten om alle interviews bij ons in Eindhoven op te nemen. Het was te gevaarlijk in eigen land. Zo bang waren ze dat veiligheidsdiensten zouden ingrijpen. Waar hebben we het dan over? We hebben het over 2 veiligheidsdiensten. Aan de linkerkant de CIA, Amerika natuurlijk. En aan de rechterkant de BND, de Duitse Veiligheidsdienst. Achter die 2 diensten zitten 2 andere diensten die het eigenlijke werk doen, hè. Die eerste zijn alleen maar spionagediensten. Aan de kant van de CIA hebben we de NSA, de National Security Agency. En in Duitsland was dat destijds Centraal Stelle für das Chiffrierwesen, zeg maar de crypto-autoriteit van het land. Tegenwoordig heten zij de BSI. En we gaan zo meteen laten zien dat het bedrijf Crypto AG, ooit opgericht door Boris Hagelin, als eigenaar, verhuisde van Zweden naar Zwitserland. En dat het in 1970 werd overgenomen door de CIA en de BND. Dus ze gingen er niet alleen maar achterdeurtjes in bouwen, ze namen dat bedrijf gewoon echt fysiek over. En vanaf 1994 was de CIA de enige eigenaar. En dit verhaal eindigt pas ergens in 2018, dus we hebben het over de zeer recente geschiedenis. Centraal in deze geschiedenis zijn 2 mensen, en daar gaat Mark nu iets over vertellen. Ja. Het begint eigenlijk bij deze 2 personen. Links is Boris Hagelin. Hij is de oprichter van een mechanisch ingenieursbureau. Crypto-apparatuur is nu computers, maar vroeger was dat mechanisch. Je ziet hier rechts op de tafel wat leuke mechanische gimmicks staan. Zo werd het vroeger crypto gemaakt. Dus dat je dus met mechanische elektronica of met mechanische onderdelen een machientje in elkaar prutste. En dan machine dat versleutelt het dan voor jou. Meneer Hagelin was extreem goed in het ontwikkelen van dat soort machientjes. Rechts, meneer William Friedman, hij was destijds eigenlijk een vooraanstaande persoon binnen de NSA. Had ooit een andere naam, maar noem het maar even NSA om het makkelijk te houden. Hij was ook zeer goed ingevoerd in cryptografie en ook geïnteresseerd in allerlei dingen eromheen. En die 2 mannen die kennen elkaar, die hebben een vriendschap met elkaar. En hier ontstaat een soort van dynamiek die in de geschiedenis eigenlijk zijn weergaan niet kent. En het volkverhaal zal dat wel verhelderen. Maar onthoud dat deze 2 mensen zijn heel belangrijk. Meneer Hagelin was zeer succesvol met zijn cryptoapparatuur. Hier zie je een voorbeeld van zo'n typisch mechanische cryptoapparatuur. Een beetje enigma-achtig met rotors, je ziet daar links. Maar het werkt compleet anders hoor. Hiervan heeft hij er toch iets van 5000 aan de Franse regering verkocht van deze apparaten. Dus hij was met de Franse vriend ook, dus hij was zeer ingevoerd in het internationaal zaken doen ook. Meneer Hagelin had ook hele goede contactuele eigenschappen naast zijn technische
wat hij dus geholpen heeft. Een heel belangrijke vraag kwam uit Frankrijk van: kun je een apparaatje maken, een cryptoapparaatje, wat militairen in een pocket kunnen meenemen? Een klein doosje wat je zeg maar kan meenemen als militair om in het veld snel even te versleutelen waar jij met je mannen zit. Dat de vijand een uur of 24 ongeveer misleid wordt en dat hij niet weet wat er gebeurt en dat jij alleen met je kameraden weet van wat er is. Nou, daar heeft Hagelin aan gewerkt en uiteindelijk is daar een militaire versie van ontstaan. Heeft de patentrechten verkocht aan de USA. In het begin van de oorlog heeft daar meer dan 8 miljoen US dollar voor ontvangen. Zeer succesvolle ondernemer. Een van de weinigen die wij in de geschiedenis kennen op het gebied van het ontwikkelen van cryptografieoplossingen die enorm rijk mee geworden is eigenlijk. En mind you, 140.000 units zijn er geproduceerd, waarvan er nog maar een paar honderd over zijn op dit moment. Na de oorlog is hij terug naar Zweden gegaan en heeft hij verder ontwikkeld met zijn team aan een nieuw soort cryptoapparaat, dus dit cryptoapparaat, de CX-52 en de CC-52. En alleen hij had heel veel last van de wetgeving in Zweden. De belastingen zijn, zoals jullie wel waarschijnlijk wel weten, nog veel erger dan hier. Hoewel, je zou kunnen, erger kan niet, maar het kan toch nog erger. Dus hij dacht van, ik moet hier een oplossing voor gaan verzinnen. Dat gaat hij dus ook doen. Hij overweegt om zich in Zwitserland te gaan vervestigen. Daar ontmoet hij meneer Gretener. En meneer Gretener heeft ook een soort van ontwikkelbedrijf. Deze mannen die gaan een maand of 9 samenwerken, maar uiteindelijk de twee kapiteins op één schip, dat functioneerde niet echt. En dat klapte helaas weer uit elkaar. Maar hij had zijn mind gezet op Zwitserland. Daar ga ik heen, Zwitserland, daar zijn de mogelijkheden. En zo kocht hij een pand in Zug, in Zwitserland, en daar bevestigde hij zich. Ja, wat Hagelin niet wilde, dat was belasting betalen. Hè. Dat hadden we wel door. De belastingwetten waren in Zweden nogal streng. En ook de exportwetten waren streng. Hij mocht niet zomaar naar elk land exporteren. Dus dacht hij, dan ga ik lekker naar Zwitserland, hartstikke neutraal. En dan is er nog een klein landje, Liechtenstein, tussen Zwitserland en Oostenrijk in. Als je je daar vestigt, dan hoef je helemaal geen belasting te betalen. Tenminste, zo lijkt het. Maar daarvoor moet je wel zorgen dat jouw hele firma buiten het zicht blijft van de fiscus. En ook buiten het zicht van journalisten enzovoorts. Nou, dat had hij heel handig gedaan. CryptoAG is een firma hier rechtsonder en hier in het midden Marks & Goop, een vrij bekende advocatenfirma in Liechtenstein. En die had daar een heel mooi trucje voor. Hij zet een stichting boven de firma en nog een tweede stichting daarboven. Die stichting is opgericht door het advocatenkantoor. En die stichting heeft aandelen aantoner, zoals dat in Nederland heet. Dat zijn aandelen die niet op naam staan. Wil jij bewijzen dat die firma van jou is, dan moet je gewoon de aandelen laten zien. En dan ben je de eigenaar. Die verkocht meteen na oprichting, een uurtje later, de firma door aan een andere stichting die weer eigendom was van Boris Hagelin. En niemand wist zo wie de echte eigenaar van de firma was, dus ook de fiscus niet. Nou, als men hier ging onderzoeken, dan kwam je daaruit en dan vroeg je aan het advocatenkantoor van aan wie hebben jullie die firma verkocht? En dan zei het advocatenkantoor, nou, sorry, dat is vertrouwelijk, want dat is cliënt, een zaak tussen de cliënt en de advocaat. Daar hoeven wij helemaal niemand iets over te vertellen. En dat werkt tot op de dag van vandaag zo. Die firma doet niets anders, die Marks & Goop, dan in Anstaldoma, dat is een stichting die bezit honderden van die BV'tjes, en die worden meteen weer doorverkocht naar oprichting. En nou goed, dat gaat daar zo. Onthoud dat schema goed, kom straks nog een keer terug. Uit die hele affaire is het volgende naar voren gekomen. Hagelin maakte mooie machines, die overwoog, zoals Mark straks zei, een nieuwe machine te bouwen. Hier staat hij, die een stuk veiliger is en minder snel te kraken is. Nou, dat vond de NSA niet zo'n heel goed idee. He, die machines uit de Tweede Wereldoorlog, daarvan wisten ze dat die Duitsers die in een uurtje of 4 konden kraken. Dat was voor tactische berichten meer dan voldoende. Die hebben na 2 of 3 uur hun belangrijkheid al lang verloren. Maar die nieuwe machine, die was, hadden de analisten gezegd, vrijwel onkraakbaar. Maar daar moet je dus afspraken over maken en dan krijg je op een goede dag bezoek van een veiligheidsdienst die zegt van nou, dat je dat ding ontwikkelt is prima, moet je dat maar doen. Maar zou het dan alsjeblieft niet aan bepaalde landen willen verkopen? En als die landen wat vragen, dan geef je ze een afgezwakte machine die heel goed lijkt aan de buitenkant, maar die werkelijkheid niet zo goed is. Nou, daar werden afspraken over gemaakt. Die afspraken heten in de stukken The Gentleman's Agreement. Die werden niet op papier gezet. Dus
stond geen handtekening onder. Maar het waren afspraken tussen twee heren, tussen Hagelin en Friedman van de NSA. Aanvankelijk wilde de NSA daar nog geld voor bieden. Maar goed, dat wilde Hagelin niet. Die vond dat hij geen geld kon ontvangen om iets niet te doen. Hij kreeg wel wat privileges van zijn familie. Hij had wat familieleden die zich graag in Amerika wilden vestigen. Onder andere een schoonzoon van Turkse afkomst. En die kreeg zo een verblijfsvergunning in Amerika. Nou goed, zo gaan dat soort dingetjes. Ik had er nog staan trouwens op het vorige plaatje. Sell readable machines instead. En met readable bedoelen we dat ze leesbaar zijn voor de veiligheidsdiensten. Dan zijn ze dus nog steeds heel veilig, tenminste. Dat denk je dan. Maar in werkelijkheid kent de veiligheidsdienst een trucje waarmee ze dat ding toch kunnen kraken. Dat is niet zoiets als een loper of een sleutel die overal oppast. Daar heb je nog steeds behoorlijk wat computerpower voor nodig. Feitelijk is het crypto-algoritme gewoon dusdanig afgezwakt dat je het met jouw techniek, met jouw computers, net kunt kraken. Nou, sales to denied countries, dus aan welke landen mag je dan niet verkopen? Nou goed, dat was een beetje een probleem. Want de NSA die weigerde te vertellen welke landen op de verboden lijst stonden. Want het was namelijk vertrouwelijke informatie. Dus ja, na een paar jaar was Hagelin het helemaal beu. Hij had zijn magazijn vol met machines staan. Dus begon hij te verkopen naar deze landen. Amerika en Europa, dat was allemaal niet zo'n probleem. Maar deze landen waren een beetje twijfelachtig. Hij dacht, als ik nou gewoon ga verkopen, dan vertellen ze me vanzelf wat wel en wat niet mag. Nou, dit mag dus allemaal niet. hij heeft er toch nog een paar honderd van verkocht zo op die manier. En zo kwam hij erachter hoe die lijst in elkaar zat. Nou, de NSA vond dat het zo niet verder kon, met een afspraak die niet op papier staat. En die gooide ergens in 1957 het handdoek in de ring. Die zei van, nou weet je, dat is eigenlijk helemaal niks voor ons. Wij zijn eigenlijk een techniek gerelateerde dienst. Laat de CIA dit maar opknappen. Dat zijn spionnen, dat zijn mensen die inkijkoperaties en zo doen. Dus die droegen de hele zaak over aan de CIA. Nou, de CIA die zegt, nou de bestaande afspraken zijn eigenlijk prima, maar we zetten ze op papier en we betalen je ervoor. Want als we iets betalen, kunnen we wat terugverlangen. Nou, dat werd zo gedaan. En dat heette Spartan. Dus ik geloof niet echt dat het een operatie was. Het was meer het Spartan-programma. Nou, en aan het begin van het Spartan-programma kwam natuurlijk gelijk de CIA samen met de NSA weer langs. Hè, want de CIA heeft geen technici in dienst. Die komen weer van de NSA af. En die dachten van, nou, die hele nieuwe machine die jij hebt, die heeft een probleem. Die is namelijk heel sterk en heel goed. Maar je kunt hem, hij is heel complex. Je kunt hem per ongeluk zodanig instellen, dus een zodanige sleutel kiezen, dat hij toevallig zwak is. Dat is niet zo fijn. Weet je wat, zei de NSA, we modificeren dat ding, dat hij met elke instelling heel sterk is. En dat klopt, dat hebben ze gedaan. Het is een minuscule ingreep geweest. Het heeft ons 2 of 3 jaar gekost om met 2 machines naast elkaar, eentje die wel en die niet gemodificeerd was, uit te vissen wat ze nou precies gedaan hebben. En ze hebben maar een heel klein stukje metaal weggeveild ergens op de trom. En daarmee produceert die machine eigenlijk altijd een lange cyclus, een lange periode, maar wel eentje die de NSA kan voorspellen. En dan ben je binnen. En daarmee gingen ze van 20% leesbaar naar ongeveer 70% leesbare berichten. En als jij van een land 70% van de onderschepte communicatie kunt kraken, dan weet je eigenlijk alles wat er gebeurt. Ja. En je moet je eigen voorstellen dat je de goede machines hou je voor je vrienden. En de slechte machines die verkoop je dus naar de landen waar je niet aan wil leveren eigenlijk liefst. Hè? En daarvan worden de mechanica wordt een klein beetje gemanipuleerd en de handleidingen worden gemanipuleerd. En die handleidingen die zijn zo misleidend dat het lijkt alsof je de machine perfect instelt. Maar uiteindelijk moet je dat gewoon niet doen, want het is gewoon dom. Uiteindelijk doe je jezelf gewoon eigenlijk in je voet schieten, want je stelt de machine juist slecht in. Dus zo hebben ze daar eigenlijk een beetje gemanipuleerd, eigenlijk zo'n beetje zo. We hebben zo, zeg maar zeggen, 1964, mijn geboortejaar. Toen kwamen net, we hadden buizenradio's in huis staan. En toen kwamen net de eerste elektronische oplossingen voor crypto-machines in omloop. En hier zie je een heel slecht voorbeeld van zo'n, dus eigenlijk een shiftregister, een maximum length noise generator wordt het ook wel genoemd. Hier kun je dus een van de bit-sequence uithalen die min of meer onvoorspelbaar is. Het is uiteindelijk een lineair probleem, dat weten jullie waarschijnlijk allemaal wel. Maar dit waren de eerste stappen in, zeg maar, elektronica. Nou, de Engelsen die hebben iets gemaakt, de bit 16 key-generator zie je hier. Dan zie je hier dat je een aantal van die shiftregisters combineert met XOR'en. En zo krijg je toch best wel een leuk ding, dus daar kun je best wel iets mee. Zo hebben ze dat met buizen toen nog in die tijd. Dat waren dus de eerste online cryptomachines. En Hagelin was een mechanicus. Dus ja, daar ga je dan, je zult mee moeten.
Dus de allereerste variant van, van elektronica gecombineerd met mechanica was deze machine, de H640. Waarbij de NSA hielp met het cryptologische probleem, of het cryptografische probleem. En ook een shift-register-based ding. Alleen de kwaliteit was niet echt geweldig. Het was, het was echt de eerste fase van elektronica. En dat was voor dat bedrijf wel een beetje een probleem. Dat zullen we dadelijk nog wel zien. Als je hem openmaakt, dan zie je rechts een paar bordjes waar dan de elektronica in zit. En links zie je dan een stuk printermechaniek. En dat doet dan de letters printen die dan op zijn even op een papierstrookje komt eruit. Op zich heel praktisch. Alleen het is niet echt, het is eigenlijk elektromechanisch, hè? Maar het is wel een elektronische crypto in feite. Wat stukje? Was dat een T-lex-stuk? Ja, het is eigenlijk een papierstrook die je kan lijmen. Dus die werd dan nat gemaakt en dan kon je zo op papier lijmen. Ja. Als een telegrafiebericht, zeg maar, een telegram. Maar uiteraard is het algoritme hier gemanipuleerd, hè? Dus het is zo veranderd dat je als academisch opgeleide wiskundige niet evident achterkomt. Hè? Dat zijn geen geintjes. Hè? Dat zijn de beste wiskundigen bij de NSA hebben eraan gesleuteld. Hè? Dat moet je wel even goed in de gaten houden. Nou, Boris Hagelin die is al een beetje oud inmiddels. Hij is al dik in de 70. Zijn vrouw overlijdt. En hij wil eigenlijk echt wel eens een keer zijn bedrijf wegdoen, want hij is nou echt ver in de 70. En ook zijn beste vriend in Amerika, Friedman, is in 1969 overleden. En dat vond hij erg, want die waren heel hecht met elkaar, omdat hun interessevlakken zo enorm op elkaar lagen. Maar hij wilde zijn bedrijf niet aan zijn zoon Bo overdragen. Hij had één zoon, en die was in Amerika actief. In Zuid-Amerika was hij verantwoordelijk voor de sales. Maar hij was nog wel een beetje losbandig en hij hield nog wel van het uitgaansleven. En die jongen die wil niet helemaal voldoen wat zijn vader wilde. Dus uiteindelijk wilde hij het gaan verkopen aan het liefst aan Frankrijk en Duitsland. Want Frankrijk was dus die goede klant van die 2000 of 5000 machines, hè, waar we het eerder over hadden. Dus die hadden het dus wel interessant. De Amerikanen waren ook wel geïnteresseerd, maar alleen als de Fransen niet mee zouden doen. Ja, en zo komt het dat ergens in het midden van 1970 de BND, dus de Duitse dienst, 100% eigenaar wordt van de firma Kryptowagen. En dan een paar weken later, ruim een week later, verkopen ze 50% van die aandelen weer door aan de CIA. Nou, je ziet wat ze voor betaald hebben, ongeveer 7 miljoen dollar. Dat is eigenlijk een weggevertje. En hier zien we Hagelin nog eventjes op zijn oude dag, toen hij 85 was inmiddels, toen vierde hij zijn verjaardag nog thuis in zijn eigen tuin. Hij maakte ansichtkaarten daarvan en die stuurde hij rond naar al zijn voormalige zakenrelaties. Dus deze komt van zijn oude ansichtkaart. Nou, hoe hebben ze dat nou gedaan? Want niemand moest natuurlijk te weten komen dat de CIA en de BND erachter zaten. Dus je kent het schema nog van straks, hè, hoe Hagelin daar eigenaar van was geworden. Nou, je doet het gewoon terug. Je levert die aandelen weer terug aan het advocatenkantoor in Liechtenstein en die doet hetzelfde trucje nog een keer. Die verkoopt dus die aandelen aan Toonder aan de Deutsche Treuhandgesellschaft in München. Tegenwoordig heten ze KPMG. Je kent ze vast. Die handelen dan in naam van iemand en die handelen in naam van de BVV, de Bundesvermögensverwaltung. Nou, dat is een of andere overheidsdienst in Duitsland die ervoor zorgt dat de overheid in Duitsland geld kan overmaken. Hè, bijvoorbeeld als de Duitse regering, ik zeg maar wat, 6 miljoen schenkt aan het Rode Kruis, dan moet dat via een of ander mechanisme, dat is de Bundesvermögensverwaltung. Niemand vanaf hier kan zien wie daarachter zit. De Bundesvermögensverwaltung die handelde in opdracht van de BND, de Duitse inlichtingendienst. Dus die leverde die aandelen meteen een uur later weer door. En die verkocht, nog weer een uur later, 50% van de aandelen door aan de CIA. Zodat zelfs niemand, zelfs niet de BVV en KPMG, konden zien wie daarachter zaten. Nou, zo hou je dat buiten zicht van iedereen. Dat is één ding. Dan moet je nog... Hier zit die firma CryptoWG, nu moet je nog die machines manipuleren. Je moet daar achterdeurtjes in bouwen, anders heb je helemaal niks aan die aandelen. Nou, dat deden Duitsers via hun afdeling 4. Die afdeling 4 stond in contact met dat ZFCA, dus de cijferautoriteit van Duitsland. En die had hele goede contacten met Siemens. Nou, ze besloten een bijraad op te richten, dat is eigenlijk een adviescommissie, die... Crypto AG zou ondersteunen met het ontwikkelen, want het was een mechanische firma en die moet toch een beetje hulp hebben met elektronica ontwerpen. Nou, wie beter dan Siemens? Dus hier kwam een soort adviesraad. Nou, aan de andere kant,
wilde de CIA natuurlijk ook wat in te brengen hebben. Dus ze schakelden de Amerikaanse Motorola in. Ook wel bekend. En Motorola zou dus advies leveren en ook apparatuur leveren en Siemens zouden dat doen. Nou, Motorola staat nog steeds vandaag de dag onder directe controle van de NSA, dus dat is wel handig. En om het nou in goede banen te leiden, hè, want CIA en NSA, dat gaat niet onder andere omstandigheden goed, hadden ze daar ook nog een klein geintje voor bedacht. Dat laat ik zo meteen zien. Met Siemens in Duitsland maakten ze nog een speciale afspraak. Behalve dat die adviesraad beminste en daar ook nog eens een keer 5% van de revenue van kreeg, van de dingen die ze ontwikkelden, zouden ze ook optreden als legende. En dat betekent dat als iemand, journalisten, ooit zouden gaan graven wie de echte eigenaar was, dan zou per ongeluk uitlekken dat het Siemens was en niet de veiligheidsdiensten. Maar Siemens had daar natuurlijk helemaal niks mee te maken. Ze werden er gewoon voor betaald om eventueel, als het nodig mocht zijn, als schijnbare eigenaar op te treden. Nou, hier zie je dan hoe dat beïnvloedde in zijn werk ging. In het midden weer Crypto AG. Nou ja, Siemens aan de ene kant, Motorola aan de andere kant. En omdat NSA en CIA het nou niet over eens konden worden wie nou van die twee Motorola moest beïnvloeden, hebben ze daar een fake firma tussen gezet. Intercom Associates. Die hadden zakenkaartjes, die hadden zelfs een telefoonnummer in New York. En als je daar naartoe belde, dan rinkelde de telefoon op een advocatenkantoor ergens. En dan zei ze, oh nee, meneer die en die, die is er nu even niet. Maar hij belt u zo meteen terug. Nou. En dan kwamen er van dit soort koffertjes, daar werden twee telefoonhoorns in gelegd. En zo werd iemand van de CIA rechtstreeks doorverbonden met de uiteindelijke klant. Mocht het ooit nodig zijn. Nou. Die mensen van Intercom Associates, die komen later in het verhaal nog wel terug, die zijn meerdere keren op bezoek geweest bij Crypto AG. Personeelsleden hebben ze daar ook gezien. En het zijn veiligheidsdienstmensen, maar die waren onhandig genoeg om zich gewoon onder eigen naam in te schrijven bij het plaatselijke hotel. Dus nou, hoe dom kan je zijn? Niet eens een valse identiteit. Nou, die machine, Mark heeft straks al even uitgelegd, die was niet zo heel erg best. Die kwam uit op een gegeven ogenblik. En er waren er van de 280 die besteld werden door de Italianen, waren er 82 afgeleverd en die kwamen allemaal terug. Allemaal mechanische en elektrische problemen. Nou, als je niet gewend bent elektronica te ontwerpen en er zitten plotseling in één keer IC's in, andere chipjes, dan kan het best wel eens lastig zijn, en zeker in die tijd. Dus na een onderzoekje hebben ze besloten om Siemens, de inhoud van het ding, opnieuw te laten ontwikkelen. Het kwam er eigenlijk op neer dat deze kaarten die hier zitten, die printplaten, opnieuw ontwikkeld moesten worden. Nou, tegelijkertijd dachten ze, we moeten ook wel eens een keer een grotere machine hebben natuurlijk, dus we geven Motorola de opdracht om een alles-in-één machine te ontwikkelen. Met een toetsenbord, een klein display ervoor op, een printer erin, een ponsbandlaser aan een ponsband maken. Hè. Zo sloegen we in die tijd nog berichten op. We hadden nog niet eens cassettetapejes daarvoor of zo, op papier. Nou, prachtig mooi ding, ziet er van binnen ook heel mooi uit, maar is schrikbarend duur om te maken. Je moet alles zelf maken. Al de spul wat je hier ziet was standaard in de handel verkrijgbaar, maar nee, Motorola ontwikkelde het allemaal opnieuw. Dus dit was een onbetaalbaar ding. Ja, hier hebben ze heel veel geld aan uitgegeven. We hadden het al eerder gehad over Gretag, meneer Gretener, waar Hagelin heel even kort mee samengewerkt had. Meneer Gretener had ook een activiteit naast een optische firma, had hij een cryptofirma. En meneer Gretener die ontwikkelde één keer de Gretacoder 905. Dat was een revolutionair ding, gebouwd, helemaal compleet gebouwd met logica, met Simmels logica. En ja, dat was wel een hit, want hier kon je dus heel snel kleine, korte berichtjes mee coderen. En naar je vriendje naar de andere kant van de wereld sturen, die had zijnzelfde apparaatje. Met dezelfde sleutel kon je dan die berichtjes weer terughalen. Ideaal voor banken, verzekeringsmaatschappijen. Daar hoef je niet meer zo'n grote Enigma mee te nemen. Maar dan kun je een klein apparaatje mee. En onkraakbaar in die tijd. En in de tijd uiteraard ook zeer veilig. En ja, dat was natuurlijk wel een probleem, want Hagelin werd gemaand om meteen in de startblokken te gaan om een concurrerend product te ontwikkelen. En dat was dus deze Hagelin aan de rechterkant. Als je dat ding van binnen ziet, dan zie je wat een enorme hoeveelheid energie Siemens hierin gelegd heeft. De eerste LCD, een van de allereerste LCD's. We hebben hem zelfs nog fysiek kunnen repareren, zo moleer is het opgebouwd. Echt heel mooi met een flexprint. Ja, ik denk dat goud geld, hier hebben ze nooit iets aan verdiend. Het is echt gewoon puur om dat andere product van de markt af te concurreren. Want dat andere product, dat was risico. Dat was dus echt voor de NSA, het is een risico. En dat moest weg. En naast dit feit gingen ze over deze firma ook nog wat verhalen rond doen. Die niet echt positief waren over Gretag. Waardoor die nog meer handel verloor.
En uiteindelijk zag je ook zijn omzet daarmee achteruit gaan. Eigenlijk was dat een beetje een gemene manier van handelen. Ik vind dat niet, zelf niet zo heel kritisch. Maar anyway, naast die opontwikkeling zagen ze dat het hele Motorola ontwikkeld ding dat er veel te duur was. En Siemens had tenslotte Telexen. Hier zie je een heel bekende Telex van hun. En dan hebben ze daaronder een bakje ontwikkeld. En in dat bakje daar zit dan de crypto. Dan hoef je die Telex niet meer om te ontwikkelen. Want die heeft Siemens al. Je maakt een interface met een kaartje. En dan kun je een cryptootje erin maken. En als je dat dan van binnen ziet, je zult het jezelf niet overbazen. Wat zie je dan? De 6800 microcontroller van Motorola. Met alles op mijn raam. Een van de allereerste generaties die er toen waren. Wel een Siemens connectertje waar dan het printje mee in de behuizing zit. Dat dan wel, hè? Dat moet wel een beetje Siemens uitstralen, maar het is hartstikke Amerikaanse technologie. Nou. De verkopen van Boris Hagelin met zijn firma Crypto AG, die schoten natuurlijk als een mal omhoog. En dat zie je hier in dit grafiekje. Begonnen ze nog in met de misère, met het verkoop van die machientjes aan landen die niet helemaal kosher waren, tot volledig gecontroleerd door de diensten, schoot die omzet als een raket omhoog. En zo ook de winst verdrievoudigde eigenlijk. In een redelijk korte tijd al. Ja, nog een leuke anekdote erbij. De CIA had natuurlijk geld als water. Hè. Geld speelt geen rol in Amerika. Maar de BND was een arm, lastige veiligheidsdienst. En die kon zelfs andere buitenlandse operaties betalen van de winst. Een winstaandeel in cryptowaardigheden. Dat hebben wij niet verzonnen, dat staat zelfs in de stukken van de CIA die we gelezen hebben. Nou, om je nou te laten zien dat het eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk is om een achterdeurtje in te bouwen, dat lijkt wel, je hebt hele knappe koppen bij de NSA zitten, die hadden een algoritme bedacht wat zij alleen maar konden kraken. Nou, zo gemakkelijk blijkt het helemaal niet te zijn. En we zijn er ook achter gekomen lopende het onderzoek dat de NSA helemaal niet de beste wiskundige en crypto-analysten en zo in dienst heeft. Dat valt heel erg tegen. Tussen de haakjes, de beste crypto-analisten zitten in Nederland en Zweden. Zweden, ja. Maar goed, dat terzijde. Een probleem met deze machine. De Egyptenaren en de Italianen, die ontdekten zelf dat er een achterdeur in zat. Nou, dan heb je hem toch slecht verborgen. Maar goed, dat was snel gefixt. Dat zat in een EEPROM-tje natuurlijk, toen al. Het was weliswaar geen software, maar goed, toch kon je die machine met een EEPROM als het ware programmeren. En de NSA maakte heel snel een fix. Er ging een van die bordjes uit. Er werd een ander bordje ingezet. En het werd zo bedraad. Nou, ik weet niet of hier elektronici in de zaal zitten. Maar als je met dit soort draadjes je spullen aansluit, dan is het vragen om problemen. Maar het schijnt dat het ding gewerkt heeft. Nou. Hier krijgt een elektronicus echt rillingen van, hè, van dit soort oplossingen. Hè. Dat is echt, ja. Was het nou het enige incident? Nee. Die prachtige mooie portable machine die ze ontwikkeld hadden, ook met een algoritme van de NSA, ook met een achterdeurtje. Nou, er was iemand op cursus geweest bij Whitfield Diffie, wel bekend, hè, van de public key encryptie. En die Whitfield Diffie had een cursus gegeven over KPTA, known plain text attacks. Hoe pak je dat aan? Nou, iemand die daar werkte, Jörg Spurndley, die werkte bij Crypto AG, die dacht, dat ga ik thuis eens proberen als ik thuis kom. En die kraakte binnen een week deze machine. Twee weken later ontdekte de Argentijnse marine het. En we weten nog steeds niet of ze nou echt op eigen kracht hebben gedaan. Of dat ze ook de cursus van Diffie hebben bijgewoond. Of dat misschien Spurndley heeft ingeseind van, jongens, ik ben erachter gekomen dat die machine niet veilig is. Hoe dan ook, hij moest acuut aangepakt worden. En een nog hogere meneer bij de NSA, die ontwikkelde weer een nieuw algoritme. Wat er veel beter uitzag aan de buitenkant. Wat natuurlijk nog steeds te lezen was. En dat deden ze door drie van die rommetjes eigenlijk, die waren er nog ingesoldeerd in die tijd, te vervangen. Dus die machines waren nu al twee keer open geweest, terwijl ze bij de klant waren. Nou, dat was ook niet het enige incident. Ze hadden nog prachtige spraakvercijferaars en andere dingen gemaakt die hartstikke veilig waren. Maar als je jouw personeel niet vertelt dat ze in werkelijkheid voor een veiligheidsdienst werken, dan gaat dat personeel gewoon heel goed zijn best doen. Ja, ik ben erachter gekomen dat het algoritme van deze spraakvercijferaar niet goed is. Weet je wat? Ik maak daar een fix voor en ik help die klant. Zo werd het Joegoslavische leger, werden de Oostenrijkers geholpen, het ging maar door. En daar was de CIA helemaal niet blij mee. Zelfs die middelste meneer daar, Peter Frutiger, die werd zelfs ontslagen voor het fixen van deze machine. En hij heeft nooit geweten waarom. Hij leeft nog steeds. We hebben hem dus niet zo heel lang geleden kunnen vertellen waarom hij ontslagen was. Daar kon hij zelf helemaal niks aan doen. Nou, omdat nou te voorkomen in de toekomst, want ze zagen natuurlijk best wel dat het een probleem was, moet je zorgen dat je een nog betere crypto
een mathematicus eigenlijk hebt in je bedrijf. En die vonden ze in de vorm van meneer Wittman. En Wittman was, misschien kennen jullie hem wel, een bekende crypto-professor in Zweden. Hij heeft al vanaf de jaren 60 publicaties gedaan. Hij heeft publicaties gedaan over elliptic curve, over van alles en nog wat. Dus echt een bolleboos. Die kwam bij Hagelin in dienst. Ja, en die kon algoritmes verzinnen waar echt niemand de achterdeur in kon herkennen. En hij was tenslotte een professor, hij was een autoriteit, dus het personeel keek naar hem op en dacht van, nou, als hij het zegt, zal het echt wel zo zijn. Dus hij was vanaf dat moment degene die de algoritmes bedacht en hij begon meteen met die eerste machine weer een keer al die ROMs te vervangen. Hij ging gewoon open tegen de klanten zeggen, jongens, we hebben een achterdeur gevonden, kan niet, ik ga het helemaal in orde maken voor jullie. En ze geloofden hem. En dan moet je je realiseren dat aan de andere kant de NSA een steeds grotere computer en snellere computer moet bouwen, om dus die nieuwe algoritmes weer te kunnen kraken. Hè? Dan moet je er wel even, dat is eigenlijk dat kat-en-muisspel van hoeveel uren mag die computer draaien om één bericht te kraken. Dat is natuurlijk wel een ding, weet je. Dat moest perfect op elkaar afgestemd zijn. Want als je iets maakt wat te complex is, dan staat op één bericht een computer 48 uur te draaien. En dat gaat niet, want je hebt, elke dag heb je 100 berichten. Ja, dan begint dat op een gegeven moment mis. Hè? Op een gegeven moment brak de Atlantic War uit. De Engelsen tegen de Argentijnen, de Falklands oorlog. En het blijkt dat de intelligence voor de Engelsen geleverd is door de Nederlanders en de Amerikanen. De Engelsen hadden zelf helemaal niks. En dat komt omdat wij hier een ontzettend goede dienst hebben die ook berichten kan ontsleutelen. Wij hebben hier een club mensen die crypto kan analyseren. Dus schijnen wij heel erg goed in te zijn. Dus in ieder geval zeker toen in de jaren, hoe het nu is, het Crypto Museum doet alles wat de 15 jaar en ouder is. Dus over de situatie van nu durf ik me niet uitspreken, maar ik neem aan dat het wel goed zit. Dus die hielpen de Engelsen en daarmee was die oorlog heel snel eigenlijk beslecht. Maar de Argentijnen ontdekten een zwakheid en die riepen dus Hagelin naar Argentinië toe om daar uitleg over te geven. Dus iemand van Hagelin ging dus naar Argentinië, die hadden dus toch wel een reputatie dat ze af en toe zich heel wat mensen uit het vliegtuig gooiden. Dus die was heel bang en die ging dus naar een van de militaire bases toe waar een paar van die autopiloten waren. En hij zag gelukkig in een van de oud apparaat van de Amerikanen in een van de datatech ding. En hij zei van, maar dit is geen crypto, dit is voice scrambling, dit is heel makkelijk te kraken. Ik zal je wel even uitleggen hoe dat werkt. En de Argentijnen die slikte dat, die geloofden hem. Maar in werkelijkheid was het natuurlijk helemaal niet zo. Ze hadden alles kunnen meelezen. En daarmee was dus die oorlog eigenlijk heel snel geregeld. Dus hij kon veilig weer huisvaart keren. Maar je kunt je voorstellen van de stress die mensen meegemaakt hebben. Hè? Nou, als je dan zeg maar het over landen hebt die target waren, van de donkerkleur oranje weet het heel zeker. Van de lichtkleur oranje is het hoogstwaarschijnlijk. En blauw is, de donkerblauw zijn de landen die meededen in het delen van de intelligence en ook op de hoogte waren. En de lichtblauwe landen waren, die genoten daar ook van, laat ik dat zo zeggen, maar dan iets minder. Dus eigenlijk alles op het wassenpak na en China na, er zat eigenlijk in de zak van, zeg maar, van de BND. Heel klein, in het blauw zie je daar nog Israël staan natuurlijk, ja. Die genoot natuurlijk mee, die deed mee. En in West-Europa zie je dat België rood gekleurd is. België was dus gewoon een target, werd afgeluisterd. Het was ook een belangrijk land, want daar zit de EU natuurlijk enzovoorts. Er zit het NATO-hoofdkwartier, dat is altijd lastig. Dit is niet onze uitspraak, dit is een uitspraak van de CIA-historicus die het allemaal heeft opgeschreven. En moet je kijken wat er staat. Hè. Landen die waren dus bereid om heel veel geld te betalen om crypto te kopen, met het doel om zichzelf te laten afluisteren. Dat wisten ze natuurlijk niet, maar die dingen waren niet goedkoop. Daar betaalde je ook nog eens een keer heel veel geld voor. En tenminste twee landen, in werkelijkheid veel meer, luisteren jou daarmee af. Ja, en dan ontstaat er een periode. Die hebben wij eigenlijk genoemd de democratisering van cryptografie. Want voor die tijd was crypto iets voor hele specialistische bedrijven en voor de overheid. Maar er komt een moment dat die elektronische dingen vervangen werden door algoritmes in computers. En dan is het plotseling wiskunde geworden. En wiskunde kost geen geld. Daar heb je helemaal geen duur ontwikkelteam voor nodig. Dat kun je met software. Je kan professoren in je land hebben die iets verzinnen. Dus eigenlijk werd crypto langzamerhand van iedereen. Nou, langzamerhand, dat betekende dat sommige ontwikkelde landen die dit spul kochten bij Hagelin ook meer wilden weten over de algoritmes die werden gebruikt. Kunnen jullie nou eens vertellen wat er nou in zit en hoe het werkt? Nou,
Daar waren bijvoorbeeld de Arabieren bij. Die waren bereid om een enorme order neer te leggen van meer dan 24 miljoen, geloof ik, of zoiets, met crypto-apparatuur. Maar die eisten wel dat ze inzage kregen in alle algoritmes en precies hoe het werkte. Nou, daar moest dus een cursus voor op touw gezet worden. En ze hadden een man bij Hagelin in dienst, die was daar heel goed in. Een enorme cursus opzetten met het doel om jou helemaal niets te leren. Nou. En dat lukte. En het ding heet Küsnacht, maar Küsnacht is gewoon een dorpje in de buurt van Zug in Zwitserland. Daar huurden ze een aantal huizen af voor 2 maanden. En daar steken die Arabieren in neer met hun hele gezin. Ze kwamen natuurlijk allemaal mee. En na die paar weken dat ze een cursus gehad hebben, zagen die woningen er ongeveer zo uit. Er is nog even overwogen om die woningen te slopen. Zo waren ze toegetakeld, maar uiteindelijk zijn ze toch weer opgeknapt. Maar goed, de Arabieren waren tevreden. Ze hadden helemaal niets geleerd, maar ze dachten dat ze alles wisten van het algoritme. En daarmee was de kous af. Boris Hagelin zelf die overlijdt in 1983. Hij was natuurlijk al een poos met pensioen. Hij kwam af en toe nog eens een keer op zijn bedrijf kijken. Hij was ziek geworden in Zweden. Maar de familie heeft hem ziek en wel in het vliegtuig gestopt als een speer terug naar Zwitserland. Want als je in Zweden overlijdt, moet je daar je belasting betalen over je vermogen. Dus ja, de familie had het goed van pa geleerd. Hè? Je zorgt dat je dat geld veilig stelt. In Zwitserland betaal je bijna niks. Nou, goed. Hij is toch nog 91 geworden, dus dat is eigenlijk helemaal niet onrespectabel. Meteen daarna heeft de CIA zijn complete huis en zijn werkkamer doorzocht, want overal lag natuurlijk belastend bewijsmateriaal, kun je je voorstellen. Er lagen bijvoorbeeld ansichtkaarten van de familie Friedman, met dit soort prachtige boodschappen met de hand erop geschreven. Innige liefde enzovoort. Nou goed, er mocht geen enkele band zijn tussen die twee. Dus dat moest tegen elke prijs worden verborgen. Nou. Hij was wel een type man. Als hij een medaille van de CIA zou krijgen, zou hij hem op zijn schoorsteenmantel hangen. Ja. Dus dat was absoluut niet de bedoeling. Dus die medaille heeft hij nooit gekregen. Terwijl hij toch best wel heel interessante dingen gedaan heeft. Hij is daar zijn hele week leven een beetje rouwig om gebleven dat hij geen medaille had gekregen. Maar goed. Ja. Dus nou begint de zaak een beetje te kantelen, want de omzetten van Hagelin beginnen af te nemen, hè, vanwege die democratisering van de cryptologie. Dus die landen beginnen zelf meer te ontwikkelen. Dus ze zien de omzetten dalen. Dus de boel begint onder druk te staan en ook het ontdekken van zeg maar lekken in de designs begint ook op te spelen. En daarnaast zetten de Iraniërs deze meneer vast voor iets van 9 maanden. En deze meneer komt zeer getraumatiseerd terug nadat de BND uiteindelijk een som van $1 miljoen aan de ambassade in Genève, geloof ik, is dat gebeurd. Hè? Hebben ze in de ambassade van Genève afgeleverd en toen lieten ze deze man gaan. Want ze verdachten hem ervan dat hij wist dat de crypto Hagelin verzakte apparatuur zou leveren en dat hij wist hoe het zat. Maar die man was een verkoper, hij wist gewoon eigenlijk helemaal niks. Hij wist echt niks. Dus hij was zeer getraumatiseerd teruggekomen naar Zwitserland. Hier zijn de Duitsers echt van geschrokken. Hier zijn de Duitsers, die hadden dus van, dit begint helemaal fout te gaan. Ze gingen overwegen en toen hebben ze uiteindelijk besloten, om in 1993 besloten, om eruit te stappen. De redenen zijn meerzijdig. Niet alleen incidenten met Bo Hagelin, die in één keer verongelukt in Amerika met zijn auto, maar ook Hans Buehler, die meneer die we net zagen, die hele affaire. Maar ook het culturele verschil. De Duitsers die zijn heel vormelijk en de Amerikanen die doen maar wat en die vragen dan daarna om vergiffenis. Hè. Dat was zo'n beetje de verhouding. Heel erg moeilijk allemaal. De CIA een onbeperkt budget, terwijl de BND elke keer zijn knopen moest blijven tellen. Het risico dat het naar buiten kwam enzovoort. En ook de relatie met de NATO-partners. Hè. We hebben bevriende naties in Europa en... Ja, als je bijvoorbeeld België kijkt, dat die gewoon rood was. Eigenlijk is dat niet helemaal... Ja, daar ben je niet trots. Daar ben je niet te trots op. Dus ze hadden besloten, wij stappen eruit. En in 1993 werd dat dus ingezet. Ja. Nou, in 1994, ergens halverwege het jaar, is dan de koop uiteindelijk doorgegaan. En vanaf dat moment was de CIA dus de enige eigenaar. Dus het schemaatje wat we helemaal in het begin lieten zien, dat vanaf 1994 de CIA eigenaar was, dan lag dit aan de grondslag. Wat er precies daarna gebeurd is, weten we niet. We weten alleen de aanloop ernaartoe. De CIA had aan de BND beloofd, nou, weet je, jullie stappen er wel uit, maar jullie zijn onze goede vrienden en jullie blijven onze goede vrienden, dus jullie mogen vanaf nu gewoon gratis al die intelligence die wij krijgen allemaal gebruiken. Nou, helemaal niets ervan. Op de dag dat de CIA het overnam, begonnen ze meteen al die algoritmes weer te veranderen en al die achterdeurtjes. Dus vanaf dat moment was Duitsland eigenlijk blind, kon niet meer meelezen. Echter. Waar ze niet op gerekend hadden, was die crypto-professor die ze in dienst genomen hadden.
Kjelle Verwittman uit Zweden. Want die had bij zijn aantreden bedongen dat hij de Zweedse regering, die hem had aangeleverd, op de hoogte mocht houden van alles. Dat waren tenslotte zijn echte bazen. En laat er nou toevallig een geheim groepje inlichtingendiensten zijn van 5 landen, een soort Europese variant van de 5 Eyes, waar Nederland en Denemarken en Duitsland en Frankrijk en Zweden in zitten. Nou, via dat clubje deelden die landen al die kennis. Dus die informatie van Crypto AG kwam gewoon toch weer terecht bij Nederland en bij Denemarken enzovoorts. Dus, vandaar dat wij gewoon konden blijven meelezen. Maximato heet dat geheim clubje. Het is genoemd naar een biermerk uit München. Dus nou, dat weet je wel. Ze hebben ooit op een terrasje gezeten toen ze met die 5 mensen bij elkaar waren. En besloten een nieuw clubje op te zetten. En nou ja, er lagen bierviltjes van Maximato. Dus zo is die naam gekozen. Ja, en nou zie je de hele snelle voortgang van de technologische ontwikkelingen. Het internet, allerlei algoritmes die allemaal openbaar, in eerste instantie openbaar waren. Met andere woorden, software-based cryptology en geen mechanica meer. Dat is eigenlijk wat het deed. En ook natuurlijk de democratisering van cryptologie in het algemeen. Je hoeft niet de standaard libraries van de firma's te gebruiken. Kijk verder dan je neus lang is, want er zijn veel meer interessante libraries op de achtergrond die wel veilig zijn. Dat is een van de dingen die je vaak ziet. Maar hier ontstaat dus een dynamiek van de ontwikkeling van allerlei individuele organisaties binnen de landen zelf die dan voor de security van hun land zorgen. Dus crypto AG wordt steeds minder interessant voor de CIA uiteindelijk ook. Ondanks het feit dat de CIA nu alleen eigenaar is. Vroeger hadden we diplomatiek verkeer in de 50, 60, 70 jaren. Er werkten mensen met cryptomachines om naar een land, op een homebase land te kunnen communiceren. En dat was de cryptologie die er toen was. Over telexlijnen meestal. Die werden afgetapt. Dus je zocht naar spelden eigenlijk. De spelden zijn alle berichten van al die telex dingen. En daar ga je op aanvallen. Maar tegenwoordig is de situatie iets veranderd. Tegenwoordig heb je dit. Je hebt een bericht van een land ergens in een hooiberg zitten. En dit is dus ook echt een heel groot probleem van deze tijd. Voor de NSA eigenlijk feit ook. En ook natuurlijk voor andere diensten. Dus ja, dit is ook wel leuk om even inzicht in te krijgen. Nou, dan heeft de CIA besloten in 2018 om eruit te stappen. Maar hoe stap je er nou uit? Want je hebt op dat moment nog 250 mensen in dienst. Of nee, meer zelfs 400. Dus daar moet je wat mee. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben het bedrijf in tweeën gesplitst. In een nationaal deel voor Zwitserland en een internationaal deel. En die beide zijn apart verkocht. Nou, het nationale deel is verkocht aan de toenmalige directeur, die eigenlijk ook gewoon een CIA-medewerker was. Die zit daar dus nu nog steeds. Die zit in Zwitserland Crypto Schweiz AG te leiden. Crypto Schweiz AG hebben ze maar heel snel veranderd in CyOne Security. Klinkt natuurlijk een stuk beter. Er is geen enkele relatie meer met de firma. En het internationale deel werd verkocht aan deze meneer Andreas Linde. Een ondernemer uit Zweden. En die dacht, hiermee is een cirkeltje mooi rond. Ik koop Hagelin zijn oude bedrijf op en daarmee is het weer in Zweedse handen. Nou, helaas voor hem, ergens begin 2020 kwam dit hele zaakje op tv. En toen was het pleit snel beslecht. Helaas gebeurde dit precies een week voordat COVID uitbrak. Dus we kwamen hiermee op 18 februari of zo op tv in Duitsland. En op 3 of 4 maart brak wereldwijd de pandemie uit. Dus het is een beetje ondergesneeuwd in het nieuws helaas. Maar deze firma heeft het helaas niet meer gered. En op 1 januari 2021 werd zelfs het logo van de geheel verhaald. De trieste foto, maar het is jammer. Er zijn nog 2 mensen in dienst en dat zijn de 2 directeuren nu. Die ruimen nu de snippers op, denk ik. Wij legden het verhaal voor aan een vriend in Zwitserland en die zei er eigenlijk dit over. Eigenlijk is uit dit verhaal maar één verliezer. En dat is de Zwitserse neutraliteit. Die zelfs, weten we sinds kort, in de wet verankerd ligt, in de grondwet. Zij moeten neutraal zijn. Nou, ze zijn het dus helemaal niet. De Zwitserse neutraliteit bestaat niet. Zwitserland zat hier met zijn nek heel diep in. Ze zijn erachter gekomen. Ze zijn op een goed ogenblik zelfs gewoon gaan meedoen. En hebben geprofiteerd van alle intelligence die hier boven water is gehaald. Dat hebben wij niet zomaar ontdekt. Dat staat in stukken van de CIA die we hebben kunnen inzien. Dus dat is best wel ernstig dit. Het is verankerd in de grondwet, nu nog steeds. Ze weigerden laatst nog geld te geven en wapens te leveren en munitie te leveren aan Oekraïne. Want wij zijn neutraal en dat staat in onze grondweg. Nou, niet waar, het is gewoon een farce eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen en volgens mij hebben we nog precies 1 minuut over. Ja, 1 minuut. Ja, dus er mogen nog 1 minuut vragen gesteld worden.
bestuursvervaring de tijd. En daar ja. kwam ook naar voren dat er achterdeurtje in zaten. In hoeverre is dit... Ja, nou, is het gewoon normaal voor de veiligheidsdiensten? Ja, als jij goede crypto bouwt, ook als jij goede software bouwt, dan kun je vroeg of laat bezoek van een veiligheidsdienst verwachten. Dat gaat gewoon gebeuren. En dan mag je dat nog steeds bouwen als je maar garandeert dat het alleen in eigen land verkocht wordt. En als het naar het buitenland moet, dan moet daar een afgezwakt algoritme in zitten. Philips USFA was erbij betrokken. Dus een paar bedrijven hebben geweigerd internationaal mee te doen. Eentje noemde Mark straks, dat was Greta in Zwitserland. Die maakte ook alle apparatuur voor de Swift-betalingssystemen in die jaren. Hebben ze tot de jaren 90 gedaan. Greta weigerde altijd met de veiligheidsdiensten mee te werken. En die hebben ze gewoon kapot gemaakt door lastencampagnes op te zetten, waarbij de CIA het gerucht verspreidde dat Greta met de CIA samenwerkt. Maar vrijwel alle bedrijven, we hebben er een hoop in Duitsland gevonden, een heleboel staan in de stukken van de CIA, worden met naam en toenaam genoemd. Dus. Ja? Daarmee nog eentje? Ja? Yes. The first electronic device had a red W. Uh-huh. The reason for that is that in most cases you have to give up one key if you require more keys, or if you have a 5x5 matrix, you can only have 25 letters. But the W can easily be replaced by two Vs. So that's why they give up the W. And sometimes they use another character as a space character, the X, for example, or a J. The J can be replaced by I. So. Er was daar nog één vraag, ja. Did you find out for how much the Germans stole the company? Did it back to the CIA? No. No, no. We don't. The amount of money involved? No, we don't know that. No. We have read a historic piece from one of the historians of the CIA. They have I find a very intelligent method when they do a task. At the end of the task, they appoint a historian, and he writes a piece about the whole history of that complete task. This was such an extended, long task that they decided when the BND sold it to the CIA, they decided to point a couple of historians right away for the past years, and then go on. And that piece we have read, and there is no evidence on the amount of money or whatsoever. It's just events and things that happened and. Okay, ik denk dat we het daarbij moeten laten. Als je nog een paar minuten over hebt, er staan hier een paar machines. We hebben zelfs een Enigma meegebracht, voor wie hem nog nooit gezien heeft van dichtbij. En daarmee geef ik het woord terug aan Javans. Geweldig. Ik wil jullie in elk geval...